Het parlement zal dit jaar twee begrotingen behandelen. De begrotingen van 2020 van de regering Bouterse en die van 2021 van de huidige regering Santokki-Brunswijk. Dat zegt DNA-voorzitter Marinus B. Voor de begrotingen van 2020 heeft hij een week uitgetrokken en wel de derde week van oktober. De algemene politieke beschouwingen zullen op 2 november worden gehouden, waarna in de tweede week van november zal worden begonnen met de begrotingsbehandeling van 2021. Marinus B. wil voor de kerstperiode deze begrotingsbehandeling hebben afgerond. Een ander issue dat zich afspeelt is de kwestie met betrekking tot de sloten. Ja, de sloten moet je in principe voor aanvang van een nieuwe begroting eerst afhandelen. Is een soort van evaluatie. Laat de regering komen vertellen. Ze hadden een bepaald budget opgenomen voor projecten, kwestie met betrekking tot ambtenaren, salarissen. Ze moeten ons komen verantwoorden. Ja? En op basis daarvan kan je een goede begrotingsbehandeling hebben. Want het kan niet zo zijn dat regering komen en begrotingen indienen, maar aan het eind van het jaar weet je niet hoe is het met die uitvoeringscapaciteit van hen. Wat waren de problemen? Ja? Hoe hebben ze het opgelost? En is die nieuwe begroting afgestemd op die eerdere ingediende begrotingen? Marinus B. verwacht begrip van de oppositie met betrekking tot de korte tijdspanne van de begrotingsbehandeling. Hij zal morgen afstemmen met de oppositie over de spreektijden. Ik probeer ieder zo ver te krijgen dat we begrijpen dat we een rol hebben hier als parlement. En dat steeds minder het woord van coalitie en oppositie gaat vallen. Maar dat we onze verantwoordelijkheid hebben om onze rol in te vullen naar beste weten. En dat natuurlijk zijn we in een politieke huis. We weten dat politieke steekspelletjes er altijd gaat zijn. Geen probleem mee. Maar wanneer we moeten werken voor land en volk, moeten we dat doen. Ongeacht vanuit welke positie je dient. Ja, en daarom, dit is mijn planning, maar morgen heb ik een fractieleider overleg waar ik mijn planning ga delen met de leiders. En ik hoop dat we understanding hebben met elkaar. En ze kunnen ook met voorstellen komen. Die discussie mag er zijn om uiteindelijk een plan te hebben. En we staan er allemaal erachter. Dat was DNA-voorzitter Marinus B. over de begrotingsbehandelingen. Dit jaar worden er twee begrotingen behandeld, één van 2020 en de andere van 2021.